A universiteit campus voor Sranang op vorig maand heeft me aan boom. En we bevinden van nodig voor contact met Lukubaka na opening. Voor Luku van de studenten in Mekense en Libija. En van de man dagelijkse leven in Sideruid. We met ook naar toe van de studenten. En we gaan naar een moment die zijn deelschrift bij Gideon Tori van de man Libija. En van de campus Libi in Sideruid. Indruk heb ik. Nog niet om, is nog geen maand. Zeggen 3 weken zo, heb ik mijn indruk aangenomen. Tot nu toe bevalt het mij wel en het is wel leuk, maar je gaat je dan zelfstandig moeten opstellen en voor jezelf moeten zorgen hier. Maar was je ready hiervoor? Ja, ik ben al ready hiervoor. Ik heb al sinds mijn 12e ben ik al zelfstandig zo'n beetje, dus dit is niet iets nieuws voor mij. En had je alles wat je had verwacht? Is het al tot uiting gekomen als het gaat om het campusleven? Grotendeels wel, dus dat je dan samen met andere studenten bezig kan zijn. Dus samen studeren, kan communiceren met anderen en ja, dat het rustig is en dat je echt aan je trekken komt om te studeren. Motiveert je wel. Is dit wel een aanrader voor andere districtsgenoten om hier hun studie af te ronden? Ik zou het wel aanraden dat je dat doet, want als je hier bent, eerlijk gezegd, je bent gemotiveerd om te studeren. En je hebt je vrijheid, je hebt je tijd om te studeren, je hebt je wifi om te studeren. Dus als je hier bent en je zegt van, hey, mino aan stoeken, dan bekijk het zelf. Maar als je hier bent, ben je echt gemotiveerd om te studeren. En je bent alleen hier op de kamer voorlopig of heb je gekozen om alleen op een kamer te zijn? Voorlopig ben ik alleen in een kamer. En mogen we weten hoeveel je per maand betaalt? Per maand is het 750, sorry. En wat vind je van die kosten? Wel gekeken naar de situatie in Suriname. Zo de mensen zeggen van, ja, het is niet redelijk en zo. Maar als je goed bekijkt hoe de dingen zijn, dan zou je kijken naar het buitenland. Zou je zeggen van, hey, nou, dit is toch wel goed, iets beter. Okay. Maar je gaat ermee moeten leven, want ja, als je ziet, is een investering in je toekomst. Dus ja, gaat me te lief ermee. Het is leuk. Ik woon niet op mijn kamer, ik ben niet alleen in mijn kamer. Kan je studeren, alle rust. Ja, alle rust. En ja, genieten van elkaar op campus. Ja, dat is het tot nu toe. Is het wat je had verwacht? Oh, wat ik had verwacht? Enerzijds wel, anderzijds wel. Dus de cafeteria is nog niet open, dus dat is nog een beetje, ik had wel verwacht dat daar open zou zijn. Maar los daarvan had ik alles wat ik had, dus is gewoon alles wat ik had verwacht, dat ik gewoon in rust kan studeren. En met hoeveel studenten zijn jullie totaal op het complex? Oh ja, als ik moet tellen, hoeveel? Ik denk misschien 20 stuks, als ik kan schatten, 20 stuks, ja. Dus je raadt andere studenten ook aan om deze stap te maken? Oh ja, zeker weten, zeker weten. Want er is nog genoeg en heel veel plek. Genoeg en heel veel plek. Hey, wakka, hè? Je mag klagen. Hey, wakka. Kango, kongo te juwani. Dusa juwani. Maar, imsap, wat je doet. En ja, geniet. Dus je kukkie schrijf kom. Net zelfstandig. Je kunt kiezen of kom. Dus lief gewoon. Lief op jezelf. De straat.